Ja, ik denk dat we niet echt in de wedstrijd zijn geweest, van het begin af aan niet. En dat doet pijn natuurlijk, want over het hele jaar gezien hebben we gewoon heel goed gevoetbald. En met heel veel lef, aanvallende klasse en alles. En dat is vanavond niet echt uitgekomen eigenlijk. En dat doet pijn, denk ik ook. Ja, kun jij het verklaren? Want voor mij is het onverklaarbaar dat de ploeg die AS Roma met 7-1 verslaat, dan hier de eerste helft zeker volstrekt kansloos is. Ja, klopt. Ik denk dat misschien een beetje dat we onszelf in de voet hebben gesneden eigenlijk met een verlies. En schoten vanaf 20 meter die niet geblokt kunnen worden, zal ik maar zeggen. En dat doet pijn eigenlijk. De tweede helft kwam iets meer in het spel, zal ik maar zeggen. We denk op fase van een kwartier, 20 minuten waar. Een beetje iets dreigender waren dan hun eigenlijk, wat ze een beetje onder druk hadden. Maar we hebben nooit echt dreigen kunnen.